Meneer Katadreuffe, allereerst mijn felicitaties met uw welverdiende promotie. Ten tweede, Dreverhaven wil zijn geld terug. Onmiddellijk. Het hele bedrag. Binnen 3 dagen. Nu? En ik zit vlak voor mijn examen. Hij wil je failliet. Er is al een aanvraag onderweg naar de rechtbank. Maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Vorige keer had ik een schuld bij de bank, plus een huurschuld. En nu heb ik maar 1 schuldeiser. Wie maar 1 schuld heeft, die kan niet failliet. Dat is juist, maar dan weet Dreverhaven toch ook? Nou in? Hij bluft. Ik heb maar 1 schuld en dat is bij hem. Bij niemand anders. Als jij failliet gaat, kan Stroomkoning je onmogelijk houden. Niet nu je zijn kantoorchef geworden bent, dan verlies je alles wat je hebt. Dreverhaven heeft geen poot om op te staan. Ik ga mee als je advocaat. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat is absoluut niet nodig. De maatschappij voor Volkskrediet versus Jacob Willem Katadreuve. Ik zie dat u bijgestaan wordt door meester De Gankelaar. Jazeker, meneer de president. Mooi. Het gaat hier om een schuld. Het gaat hier om een schuld bij de... bij de maatschappij voor Volkskrediet. Wordt deze schuld door geregistreerden erkend? Jazeker, meneer de president. En heeft geregistreerden nog meer schulden? Nee, meneer de president. Ik heb slechts 1 enkele schuld. Excuseer, meneer de president. Mijn cliënt heeft verder geen andere schuld. Is dat juist, meneer Schuwacht? Dat is onjuist, meneer de president. Dan bent u verkeerd ingelicht, meneer. Meneer de Gankelaar. Meneer de president, laat ik allereerst opmerken dat geregistreerde eerder failliet is geweest. Een faillissement dat weliswaar is geëindigd met integrale betaling, maar sindsdien heeft geregistreerde opnieuw schulden gemaakt. Dat is niet waar, meneer de president. Meneer de Gankelaar, als uw cliënt nog 1 keer onderbreekt, laat ik hem verwijderen. Dat zal niet nodig zijn, meneer de president. Ik heb mijn inlichtingen uit de beste bron, meneer Katadreuffe. Op de uitdelingslijst van uw vorige faillissement komt een postje voor onder de activa... onderhandse verkoop boeken 15 gulden. Die 15 gulden heeft meneer de Gankelaar destijds betaald om publieke verkoop van de boeken te voorkomen. Meneer de president... Maar de geregistreerde is nog steeds in het bezit van de boeken, dus komt het erop neer. Meneer de president... dat meneer de Gankelaar schuldeiser is geworden voor een bedrag van 15 gulden dat nog niet is afbetaald. Meneer de president, als u me toestaat, wil ik verzoeken om een korte schorsing. Een korte schorsing, alsjeblieft. Het spijt me. Maar het heeft gelijk. Ik heb toen inderdaad jouw boeken gekocht om te voorkomen dat er beslag op werd gelegd. Maar er is niks aan de hand. Ik schenk jou die 15 gulden gewoon. Nee, je begrijpt het niet. Ik schenk je die 15 gulden en dan is de hele zaak alsnog van de baan. Nee, dat kan ik onmogelijk aannemen. Pardon? Dreverhaven heeft gewonnen. Ik had het nooit tegen hem op moeten nemen. Ben jij helemaal gek geworden? Ik schenk jou dat geld en dan is het afgelopen. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat kan ik niet accepteren. Wat? Schuld is schuld. Die zinloosheid zelfkwellen, wie heeft je dat geleerd? Ik schenk jou dat geld en jij neemt het aan. Mensen die geen geschenken kunnen aannemen, zijn mensen die zelf niks te geven hebben, Jacob Willem. Niks! En bij God, jij hebt een hoop te geven, jongen. En dat laat ik jou niet afnemen. De Gankelaar besliste de zaak in ons voordeel. De rechtbank acht de tweede schuld niet van betekenis en wijst het verzoek tot faillissement van de hand. De verliezende partij kon nog 2 stappen ondernemen. Nou kan die Stroomkoning nog dwingen een gedeelte van je salaris in te houden of in hoger beroep gaan. Maar Dreverhaven zou voorlopig niks meer doen. Net zo min als hij me echt failliet had willen laten gaan. Hij wilde alleen maar laten zien wie de baas is. Wat? Drie maanden later deed ik staatsexamen in de hoofdstad. Maar toen ik 's avonds terugkwam, was er niemand om mij te feliciteren. Onderweg naar huis besloot ik de vijand te bezoeken. Naarmate ik dichter in zijn buurt kwam, realiseerde ik me dat ik hem niets te zeggen zou hebben. Maar toen was het al te laat. Jacob Willem. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ik kom u zeggen dat u mij er niet onder heeft gekregen in de rechtszaal. En dat u me voortaan maar beter met rust kunt laten. Of anders wat?
Doe mij eens wat. Ja. Doe mij eens wat. Ja. Doe maar wat! Ja.